Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. De laatste week voor kerst, de laatste drukke week. Het aftellen is begonnen, hè? Het is echt snel gegaan, maar ja, leuk om deze laatste week met jullie samen af te sluiten. In deze vlog pak ik met jullie de surprise boxen in. Die kunnen ook dan weer besteld worden. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je blijven kijken om te kijken wat je ongeveer kan verwachten in de surprise box. Ik leg er ook uit dat elke surprise box anders is. Maar ik ga het wel het een en ander inpakken. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Goedemorgen, het is vrijdag, de laatste dag van de werkweek. Wel een leuk dagje, ik ga eerst even inpakken. Dan ga ik even naar de groothandel om het een en ander bij te halen. Want dan kan ik, als ik begin met inpakken, even kijken hoe ver ik kom. En dan haal ik even wat bij. En daarna kan ik daar ook bij de groothandel bloemen halen om nieuwe DIY video's op te nemen. En het is een beetje gek, want dat zijn dan de DIY video's voor in het nieuwe jaar. Dus totaal geen kerst. En we zitten nu nog volop met alles in het kerst. Dus dat is wel grappig. Ik vind dat het dit jaar allemaal zo snel is gegaan. Echt niet normaal. Maar dat is ook alleen maar een goed teken natuurlijk. Ik ga gauw aan de slag en ik kijk gezellig weer mee. Zo, ik ben weer terug. Ik ben naar de groothandel geweest. Ik heb de pakketten ingepakt. Die zijn ook weer weggebracht. Dus eigenlijk kun je zeggen ik heb weekend. Maar dat is niet zo, want ik moet hier echt nog heel nodig opruimen. En ik ga nog weer nieuwe DIY-video's opnemen voor het nieuwe jaar. Wat ook wel weer gek is, want we zitten nog volop in de kerst. En ik ben met de video's natuurlijk al verder dan kerst. Maar ook wel weer heel leuk, want ik heb wel heel veel mooie bloemen. Zoals ranonkels en dat soort dingen. Is ook wel echt heel leuk voor je bolletjes. Leuk om mee te werken, dus daar heb ik ook wel weer zin in. Maar, even wat anders. Ik had jullie surprise boxen beloofd. En vandaag is de dag dat ik met jullie een surprise box ga uitpakken. Voordat ik begin, elke surprise box is anders. En die heeft een hele goede waarde. Volgens mij een waarde van tussen de 50 en 100 euro. De surprise boxen kosten 25 euro, dus echt heel goedkoop. Voor wat je krijgt. En dit zijn ook echt wel hele mooie boxen. En die kan je bestellen op de website. De boxen kunnen niet retour. Elke box is anders. En er zit heel veel in. En hier, dit is bijvoorbeeld zo'n pakket. Mocht jij een surprise box kunnen ontvangen, dan kan het zijn dat je ze anders krijgt. Deze bompjes. Er kunnen echt ook enkele stuks in zitten van DIY pakketten. Van de Rivio. En hier zit mooie kerstballen. Ook kleine kerstballetjes. Vaak kun je met zo'n surprise box echt wel mooie kerststukken maken. Hier zitten mooie grote dennenappels in. Ja, kijk dan. Dit is toch geweldig. Het is heel mooi. Er zitten meerdere in. Zoals nog eentje. Dan deze bollen. Die heb je ook in het toren gezien. En die zitten in dit pakket. In het groot en in het klein daarin. Ook heel mooi op een schaal en dan met lampjes bijvoorbeeld. De fotoballetjes, heel leuk. Kan je dus een fotootje in stoppen. Lint, komt altijd pas ook leuk om inpakken. Hier zit nog een leuk beeldje in. Kerstgroen. Kan zijn dat er erin zit, kan ook zijn dat er niet in zit.
zal sowieso een aantal pakketten in zitten. Ik heb nog een mooie houten boek. Wat hangers. En ik heb volgens mij wel meerdere hangers. Ja, ik heb ook deze mooie hangen. Het is meer een bal met gieten. Nou, deze had ik dus. Dan zitten hier verschillende kerstboompjes in. Eentje op een houder. En deze. Zo, ik vind het heel leuk. Kan je natuurlijk ook daar weggebruiken. Hier zit nog een zakje met decoratie. Een mooie glitterzak. Heel tof. En er zit nog wat glitterdecoratie in. Sneeuwvlokken. Ik heb nog een waxroos. En dan heb ik nog wat glitter decoratie, bloemetjes. En dit zijn balletjes. Er zit er zelf bijvoorbeeld in zo'n surprise box. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nog de ring op, of de ster op voet. Even kijken. Deze, die was heel gewild. Hij was helemaal uitverkocht. Maar helaas zat er eentje tussen. Wat echt ja, een hele minimale beschadiging heeft. Die kan eigenlijk niet echt een hele echte beschadiging noemen. Maar ik vind zoiets moet gewoon echt goed zijn. Dus dan doe ik hem natuurlijk niet in het DIY pakket. Dat betekent wel dat hij in de surprise box komt. Want hij is nog heel goed te gebruiken als je een bloemstuk in maakt. Dat zijn dus items die je een beetje kan verwachten in surprise boxen. Restanten van DIY pakketten. Leuke materialen, natuurlijke materialen. Elk box is dus anders. Dus mocht je het leuk vinden, kan je een box nu bestellen voor €25. En er zitten dus echt leuke items in. Zorg dat de boxen weer goed gevuld zijn. Nou, je kan het ook zien wat je allemaal wel niet krijgt. En dan kan je er echt wel een heel leuk bloemstuk mee maken. Over het algemeen zijn de surprise boxen echt heel snel uitverkocht. Ze zijn heel gewild en dat is natuurlijk ook logisch, want het is zo'n lage prijs. De prijs ligt zelfs onder de inkomensprijs. Dus dat is ook logisch. Maar het is wel leuk dat ik jullie daar weer blij kan maken, want dan heeft iedereen een beetje zo'n kerstpakkettengevoel. Deze moet ik zo even nog inpakken. Voordat alles er weer in zit. Deze kost normaal... Ja, dit is echt niet normaal. Deze kost normaal €16,95. Speciaal merk. En die het houten huis staat ook nog een prijs op. Staat allemaal €28,99. Dus dat is al meer dan het hele pakket kost. Maar ik zorg dus dat die goed gevuld is. Mocht je dat willen, je kan hem dus bestellen. En hieronder zou ik ook even een linkje neerzetten waar je het zou kunnen bestellen. Oh ja, dit pakket staat dus ook goed. En dan ga je daar nog wat leuks mee doen voor de kerst. We gaan ze allemaal dinsdag verzenden. Dus mocht je ze maandag bestellen, gaan ze dinsdag allemaal nog mee op de post. En... ik ga nou DIY pakketten opnemen. Zin in, helemaal leuk. Zo, ja, echt even wat anders dan de kerst waar ik de hele dag in zit. Zo, de pakketten van vandaag zijn ingepakt. Dus ik ga even verder met surprise boxen inpakken. De vorige keer liet ik een box zien waar eigenlijk alleen maar kerstdingen in zitten. Maar er kunnen dus ook gewoon dingen in zitten wat niks met kerst te maken heeft. Maar bijvoorbeeld een mooi frame of iets. Want ik wil gewoon voor oud en nieuw de boel mooi opgeruimd hebben. Dat scheelt weer balansen en ik maak jullie er gewoon heel erg blij mee. Dus ik ga nog even weer een aantal inpakken. Dan kunnen jullie nog even zien wat je dan nog meer kan bijvoorbeeld kan verwachten. Maar elke box is dus anders. Maar goed, ik ga er toch even een aantal voor jullie inpakken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook van zulke mooie frames. Waar je dan een potje in kan doen. Of iets anders leuks. Wat ook heel leuk is, een amarillo bol om hier op te doen.
Ik kan er wat in zitten, maar ook bijvoorbeeld dit. Nou ja, dat is niet echt wel met kerst, maar ik kan het hele jaar door. Doe ik leuk bijvoorbeeld met een voorjaarsbolletje erop. Dus ja, dat zou ik ook kunnen verwachten. En ik heb bijvoorbeeld ook van die leuke velvet hangers. Ook echt heel tof. Nou, in deze box zitten ook die ballen, kerstballetjes. Mooie hanger is ook leuk om in de bloemsuit te verwerken of iets op te maken. Nou, dit kan ook prima na de kerst wel met de winters. En dat geldt ook voor dit bijvoorbeeld vanaf het hele jaar door. Nou, hier zitten ook allerlei materialen in. Die frames in, kerstboomhaartjes, hangers. Nou, kan je ook leuk gebruiken in de bloemsuit. Er zitten nog andere leuke hangers in. Een boompje en een nog meer. En er kan bijvoorbeeld ook een voorbeeldstuk in zitten. Dat is echt nog heel mooi. En zit zelf dan de lampjes in. Nou, dan heb je eigenlijk al alleen met het voorbeeldstuk al het pakket eruit. Dus dan heb je ook echt een mooi pakket. Nou, dus vlinders staan gewoon nog op de website. Balletjes. Iets leuks voor een DIY pakket. Die staan ook gewoon op de webshop met lampjes. Ik ben mijn werkruimte aan het opruimen. En er liggen soms wat losse dingen. Ik doe ook van die mooie crèmeverven. Kerstballetjes in. Kerstappels. Soorten. En dan heb ik hier nog een mooie machinehouder. Heel leuk, die heb ik zelf ook in huis. En dan heb ik hier gewaste appeltjes. Nou, die kunnen ook na de kerst of prima. Groenteboompjes, heel leuk. En deze vind ik eigenlijk ook na de kerst heel goed kunnen al. Maar dit is de luxe mozaïekbal. Die is volgens mij al 7,99 euro. Dat moet je wel 16 euro. Dus dat is dan ook wel iets moois. Dit is allemaal steeds de box van luxe hangen. Hier zit een hele mooie luxe vaccine in. Kijk, heel tof. Die heb ik zelf ook in huis. En die vind ik dan weer heel leuk bij deze staan. Die heb ik zelf als setje bij elkaar. En ik probeer het een beetje qua kleur bij elkaar te doen. Dat is niet altijd helemaal, maar ik probeer het wel een beetje aan te passen. Er is nog een beetje ruimte over. Nou, mooi gevuld. Ik moet zo even weer doos ophalen, maar ik denk ik pak hem bij elkaar. Die was heel gewild. Was een annulering, dus ik had er nog net een paar over. En dan is die natuurlijk leuk bij, want die kan je bij het DIY-pakket gebruiken. Maar mocht je denken, ik wil weer een andere kleur maken, heb ik hier ook nog leuke hangers voor. Ik heb van die mooie vlinders die zelfs nog in de webshop staan. Deze mooie luxe kerstballen zitten hierin. Daar waar ook een DIY mee nemen, is er niet meer van gekomen, hè? Wat leuke decoratie voor thuis met bloemschikken. Dan heb ik hier nog een heel mooie luxe bal. Sterretjes en leuke lintjes. Nog wat leuke klippertjes. En die heb ik nog gevallen, dus deze kan ik extra bij. Mooie kerstballetjes en mooie glittertrappen. Dit is een vaccin, alleen nog wat een andere kleur van een ster. Heel mooi luxe vaccine. Ik heb ook in huis. En hier zit nog heel veel mooie ik. Dure appels. Nou ja, en dat is nog maar een klein deel van wat erin zou kunnen zitten. Er kunnen ook heel veel andere dingen in zitten. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Je kan hieronder bestellen. En dan ga ik ook deze video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zien jullie me de volgende keer weer.
Doei!